Jongens en meisjes, hier is deel 2, want mijn telefoon die was helaas vol. Wij waren gebleven bij het optellen van ongelijknamige breuken. Daar ga ik heel eventjes nog mee verder. Ik had het eerste voorbeeld al gegeven. Nou, bijvoorbeeld bij deze. 1 tweede plus 1 3 achtste. Kijk dan of de kleinste in de grootste past. Ja hoor, die kan ik keer 4 doen. Dus dat wordt 4 achtste. 4 achtste plus 1 3 achtste is 1 7 achtste. Hou daarbij rekening mee dat je dus ook op zoek gaat naar kleinste gemeenschappelijke veelvoud. Het vermenigvuldigen van een heel getal met een breuk, die heb ik ook al gedaan. Die heb ik aan de achterkant van dit blad staan. Dat ging alleen om de teller. 1 keer 5. 5 vijfde is 1 hele, 1 derde keer 4, 1 keer 4 is 4 derde, de hele eruit halen, 1 derde. Dan gaan we naar de volgende. Gelijkwaardig maken van breuken, dat is dus, ik zal daar een voorbeeld van laten zien, want dan weet je hoe het eruit ziet. Welke breuk heeft dezelfde waarde als 1 zevende? Ze hebben van de 1 hebben ze 2 gemaakt. Dus dat betekent dat ze 1 keer 2 hebben gedaan. Dan moet je 7 ook keer 2 doen. Dat is 14, dus dat zou het goede antwoord 2 veertiende moeten zijn. Ja, dat klopt. Op die manier dus. Vereenvoudigen tot gemengde breuk. Dat betekent eigenlijk gewoon haal de hele eruit. Dat is wat je hier moet doen. Omzetten van eenvoudige breuken en kommagetallen. Nou, drie keer raden welk schema ik je nu laat zien. Natuurlijk, deze kan daar super fijn mee. Dan springen we eventjes door. Halveren met kommagetallen en kommagetal delen heb ik straks uitgelegd. Vermenigvuldigen met breuken hebben we al gedaan. Die omrekenen van millimeter, hectometer, kilometer met kommagetallen. Dat kan natuurlijk ook met het schema van kan een dametje met centimeter meten. En dan ga ik heel even kijken, want dan had ik hier nog een laatste. En dat was het delen van breuken. Dat heeft ook weer te maken met de teller. 3 vierde gedeeld door 3. Je deelt dan alleen de teller. 3 gedeeld door 3 is 1 vierde. Maar soms kom je er eentje tegen. Dan zie ik dat ik hier nog aan het oefenen ben geweest. Dat is voor jullie wat makkelijker dat ik dat eventjes wist. 1 tweede gedeeld door 4. Nou ja, die 1 delen door 4, dat is niet zo handig. Dan kun je het beter even tekenen. Ik heb eerst met blauw 2 keer 1 tweede getekend. En die 1 tweede die heb ik weer gedeeld in 4 stukjes. Daarvan heb ik er dus eentje gekleurd. Hoeveel heb ik er nou van het totaal gekleurd? 1 van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus 1 tweede gedeeld door 4 is dan, even de pen pakken, 1 achtste. Op die manier. Succes vandaag!